Goeiedag en baie welkom bij vandaagse video oor waarschijnlijkheid. In vandaagse video gaan ons kyk na die begrip van onafhankelijke gebeurtenisse. Voor ons daarna kyk, kom ons hersien vlugtig die reëls van waarschijnlijkheid wat jy reeds moet ken. Eerstens, die formule vir waarschijnlijkheid of probability, is die waarschijnlijkheid van een gebeurtenis E, is gelijk aan die aantal gunstige uitkomstes in hierdie gebeurtenis gedeeld door die totale aantal uitkomstes in jou steekproefruimte. Die algemene of optellingsreël, die belangrijkste reël waarop alles van waarschijnlijkheid gebouwd wordt, stel dat die waarschijnlijkheid van A of B is gelijk aan die waarschijnlijkheid van A plus die waarschijnlijkheid van B minus die waarschijnlijkheid van A en B. En onthou, hierdie A en B verwijst naar die snijding, so dit geldt dan vir insluitende gebeurtenisse. Vir onderling uitsluitende gebeurtenisse is hierdie waarschijnlijkheid A en B term gelijk aan 0. Ons het ook gekyk na komplementaire gebeurtenisse en hierdie formule geldt vir alle types gebeurtenisse, insluitend en onderling uitsluitend. Dit stel dat die waarschijnlijkheid van nie A nie is gelijk aan 1 minus die waarschijnlijkheid van A. Vandaag gaan ons kyk na onafhankelijke gebeurtenisse. Nou, het is belangrijk om hier te verstaan dat ons dit op schoolvlak baie eenvoudig behandel. Jy sal, indien jy verder op universiteit daarmee gaan, meer in detail rondom hierdie begrip gaan navorsing doen. So, onafhankelijke gebeurtenisse stel baie eenvoudig. Twee gebeurtenisse is onafhankelijk indien die waarschijnlijkheid van één gebeurtenis niet beïnvloed wordt door die ander gebeurtenis nie. So, indien dit niet die geval is nie, dan praat ons van die twee gebeurtenisse is afhankelijk. So, onafhankelijk beïnvloed hulle mekaar op geen manier nie. Indien dit dan nou gegee word dat A en B onafhankelijk is, dan geldt die volgende reël. Die waarschijnlijkheid van A en B is gelijk aan die waarschijnlijkheid van A gemaal met die waarschijnlijkheid van B. So dit is belangrijk om hier te verstaan dat daar altijd een snijding zal plaatsvinden. So dit betekent dat ons lysie van reëls nou so bykie uitbrei met een vierde ene, wat dan geldt voor onafhankelijke gebeurtenisse. Dit is baie belangrijk dat je al vier hierdie formules baie, baie goed moet ken en weet hoe om dit toe te pas. Een verdere belangrijke begrip om naar te kijken en te onthou, is dat jij moet onthou, jy kan nooit ooit onafhankelijke gebeurtenisse met onderling uitsluitende gebeurtenisse verwar nie. Onafhankelijke gebeurtenisse het altyd 'n snijding, terwyl onderling uitsluitende gebeurtenisse geen snijding het nie, as jy nou denk aan die Venn-diagram voorstellings wat ons gemaakt het. Kom ons som het vir onsself op in 'n tabel. So ons gaan kyk na onderling uitsluitende gebeurtenisse en onafhankelijke gebeurtenisse. Vir die waarschijnlijkheid A en B weet ons dat onderling uitsluitende gebeurtenisse gaan een waarde gee van 0, terwyl vir onafhankelijk gaan P, A en B gelijk wees aan P, A gemaal met die waarschijnlijkheid van B. As ons kyk na die waarschijnlijkheid van A of B, weet ons dat ons formule, en onthou, dis daar die algemene of die optellingsreël, gaan dan vir onderling uitsluitend slegs gelijk wees aan die waarschijnlijkheid van A plus die waarschijnlijkheid van B. In die geval van onafhankelijke gebeurtenisse, gaan die waarschijnlijkheid van A of B gelijk wees aan die waarschijnlijkheid van A plus die waarschijnlijkheid van B minus die waarschijnlijkheid van A gemaal met die waarschijnlijkheid van B. Kom ons bestudeer die volgende voorbeeld. Indien twee gebeurtenisse, X en Y, gegee word, sodat die waarschijnlijkheid van X gelijk is aan 0,4 en die waarschijnlijkheid van X of Y gelijk is aan 0,7, oftewel 70% of 7 op 10.
Bepaal die waarschijnlijkheid van I indien in die eerste methode dat X en I onderling uitsluitend is en in die tweede geval waar X en I onafhankelijk is. So vir die eerste ene weet ons nou onderling uitsluitend beteken dat die waarschijnlijkheid van X en I gelijk gaan wees aan 0. So dit beteken ons algemene reël is dan slechts die waarschijnlijkheid van X of I is gelijk aan die waarschijnlijkheid van X plus die waarschijnlijkheid van I. Nou dat jy die formule het, kan jy invervang wat vir jou gegee is en dan kan jy gewone algebra gaan toepas om die waarschijnlijkheid van I te bereken. Vir die tweede ene is ons gegee dat X en Y onafhankelijk is. So met ander woorde, in hierdie geval weet ons dat die waarschijnlijkheid van X en Y gelijk is aan die waarschijnlijkheid van X gemaal met die waarschijnlijkheid van Y. Dit beteken ons algemene reël kan ons dan als volgens skryf en dan vervang ons weer in alles wat ons het. So nou gaan jy sien, gaan jy sit met twee termen wat die waarschijnlijkheid van Y bevat. Maar jy moet ook raak sien, dit is twee gelijksoortige terme, wat ons dan bij mekaar kan voeg om 0,6 waarschijnlijkheid van I te kry. Dan pas ons verdere algebra toe en onthou om te deel en dan kry ons in hierdie geval is die waarschijnlijkheid van I gelijk aan 0,5. Voor een laaste voorbeeld sien ons dat die gebeurtenisse A en B is sodanig dat die waarschijnlijkheid van A gelijk is aan 0,5, die waarschijnlijkheid van nie B gelijk is aan 0,3 en die waarschijnlijkheid van A of B gelijk is aan 0,8. Die vraag wordt vir ons gevra, is A en B onafhankelijke gebeurtenisse? Nou om dit te doen, beteken dat jy moet daar die reël vir onafhankelijke gebeurtenisse gaan bewys. So belangrijk, wanneer ons een vergelijking wil bewys, moet jy dit wat aan die linkerkant is, as een som doen, en dit wat aan die rechterkant is, as een tweede aparte som gaan doen. Indien beide hierdie twee oplossings dan diezelfde oplossing is, kan ons dan die afleiding maak dat die gebeurtenisse onafhankelijk is. So onthou, die formule wat ons gaan gebruik vir onafhankelijke gebeurtenisse is die waarschijnlijkheid van A en B, is gelijk aan die waarschijnlijkheid van A gemaal met die waarschijnlijkheid van B. Nou, om hierdie formule te bewys, kan ons sien met dit wat vir ons gegee is, kort ons nog die waarschijnlijkheid van A en B, en ons kort ook die waarde vir die waarschijnlijkheid van B. So ons begin eerstens met die gedachte wat sê dat hy nie B is, dan waar ons gaan uitwerk dat die waarschijnlijkheid van B is 1 minus die waarschijnlijkheid van nie B. So dan kan jy dit invervang en ons kry 'n waarde van 0,7 wat die waarschijnlijkheid van B is. Gebruik dan nou weer jou algemene reël en dan vervang jy in wat jy het en op hierdie manier gaan jy dan die waarschijnlijkheid van A en B kan bereken nadat jy algebra gedoen het en ons kry dus 'n waarde van 0,4. Goed, so ons het na die linkerkant van ons vergelijking gekry is 0,4. Nou moet ons die rechterkant gaan bereken. So vir die rechterkant, waarschijnlijkheid van A, wat vir ons gegee is, gemaal met die waarschijnlijkheid van B, wat ons gaan uitwerk het, moet ons die produk van kry, en dan kry ons 'n antwoord van 0,35. So ek glo, jy kan nou sien dat 0,4 is nie gelijk aan 0,35 nie. En omdat hierdie vergelijking dus nie geld nie, is A en B dus nie onafhankelijke gebeurtenisse nie. Gaan werk asseblief deur die voorbeelde in jou handboek, want hier is een baie belangrike begrip om te verstaan en dit is baie makkelijk om eindelijk hierdie formule verkeerd te kry. So maak seker jy weet wat jy doen voordat jy self met die huiswerk begin. Lekker werk!